Welkom kijkers bij Goalschool Gelderop. Leuk dat je weer kijkt. Mijn naam is Mike Vieringen en welkom op mijn YouTube kanaal. Vandaag in tip van de week. De makkelijkste manier om eigenlijk uit de bunker te raken. Ik zeg wel eens, een klein beetje autistisch is voor een golfer eigenlijk helemaal niet erg. Als je namelijk een beetje de autisme hebt, dat betekent dat je altijd hetzelfde wil doen. En dat is eigenlijk voor golf perfect. Als je variabelen uit je spel wil halen, dan links, dan rechts, dan hoog. Je kunt beter altijd hetzelfde doen. Dat je dezelfde fout maakt, die is makkelijker te achterhalen als 3, 4, 5 verschillende fouten. Dus als jij kunt zorgen dat je altijd hetzelfde doet, stapje voor stapje, is de kans groot dat je hele mooie slagen, maar vooral constantheid in je spel brengt. En welke golfer wil nou niet constant worden, zeg ik altijd. Dus laten we snel beginnen met welke factoren jou constanter gaat maken uit de bunker. En waardoor we de bal in ieder geval heel makkelijk uit die bunker iedere keer krijgen. Laten we snel beginnen met tip nummer 1. Pak de club wat lager vast. Zeker als je in een bunker ligt die tegen de green aan ligt. Dat is meestal een hoge bal die snel stil ligt. Dus daar wil ik zeker geen lengte. Pak hem dan eens wat korter vast. Korter vast betekent namelijk, ik maak de cirkel wat kleiner. En zullen zeggen, ja maar dan top ik toch die bal vaker. Ja maar niet. Als je voeten weer een beetje ingraaft. Dus dat compenseer ik wel. Pak hem wat korter vast voor meer controle. Graaf de voeten maar een beetje in dat je wat lager staat. En door die kortere grip krijg je meer controle. En voel je eigenlijk nog beter waar het uiteinde van de club blijft. Tip nummer 2. Zet de voeten. Heup. Schouderbreedte. Niet te breed. Brede stand voelt als stabiel, alleen het blijkt gewoon mensen die breed staan kunnen veel te makkelijk zijwaarts bewegen. Dus zet de voeten heup aan schouderbreedte, zodat ik in ieder geval niet te makkelijk zijwaarts ga bewegen. Ik wil tenslotte het swingcenter zo stil mogelijk houden tijdens de slag. Graaf de voeten lekker in het zand. Daar heb ik een paar redenen voor. 1. Als je de voeten ingraaft, voel je mooi of het zand hard of zacht is. Als het heel nat is, ja, zul je meer kracht moeten gebruiken, want dan is het zand zwaarder om erheen te komen als dat heel droog is. Ik zeg wel, het is bijna slagroom als je daar doorheen slaat. In verhouding hoef je dan minder hard te slaan. Dat kun je mooi testen met je voeten. 2. Je staat veel stabieler. Je wil natuurlijk vermijden, als je een swing maakt, dat je voeten wegdraaien. En ik denk als je je voeten ingraaft, dat je al een tandje stabieler zal zijn. En 3. Ik kom zelf lager te staan als de bal. Als ik mijn voet ingraaf en ik kom dus lager te staan als de bal, heb ik dus minder kans dat ik de bal zal gaan toppen. Dus graaf je voet in, lekker stabiel en probeer maar eens lekker door de zand heen te vegen. Plaats de bal 5 centimeter links uit het midden. De bunkerslag is eigenlijk de enige techniek waarbij je niet met de club direct de bal wil raken, maar eigenlijk het zand waar de bal op ligt. Dus als je snapt dat het diepste punt in het midden van je voeten waarschijnlijk zal liggen, omdat daar je handen tenslotte bij elkaar komt, zou ik zeggen, plaats de bal 5 centimeter links uit het midden en concentreer je op dat punt waar je het zand in wil, die 5 centimeter daarvoor. Dan heb je de meeste kans dat je mooi het zand waar de bal op ligt, mooi uit de bunker gaat slaan. Dus 5 centimeter links uit het midden en voor de bal het zand in. Start met je gewicht al een klein beetje op links. Doordat je al een beetje op links start, raak je die bal eerder neerwaarts. Wat je wil vermijden is, en ik snap het, zeker als die rand hier hoog is, ja, mensen willen op rechts gaan hangen. Daardoor sla je alleen maar voor de bal in de grond, of is de club al in de opgaande lijn aan het gaan. En dan top ik die bal alsnog. Dus ik zou bij de bunkerslag graag willen zien dat je een klein beetje al op links start. En denk maar dat je ook echt dat gewicht op het linkerbeen wil gaan brengen. Dus start met het gewicht 60% op links, 40% op rechts. Voor die rechtshandige golfer. En probeer op dat linkerbeen te eindigen. Zet de voeten parallel aan de vlag met het slagvlak haaks. En ik weet, er zijn technieken die zeggen, ja maar zet het clubblad maar eens open. Dan gaat de bal sowieso hoger. Ja, maar als ik mijn clubblad openzet, zal ik ook weer open moeten gaan staan met mijn voeten. Ter compensatie van. Ik zou zeggen, de basisgedachte zou zijn, zorg eerst maar eens dat ik met mijn voeten parallel sta en mijn slagvlak haaks. Graaf die voeten maar eens in
zorg dat je 5 centimeter voor de bal het zand in gaat. En dan heb je de meeste kans dat je die bal al met een mooi boogje eruit gaat slaan. Denk meer aan een klein swingetje als aan een chip tijdens de bunkerslag. Ik merk zo vaak dat mensen als ze uit de bunker moeten en de vlag staat dichtbij, dat ze bang zijn om te hard te slaan. En dan gaan ze chippen. Ja, en als ik dan te veel zand heb, heb ik nooit voldoende snelheid. Dus denk meer dat een bunkerslag een klein swingetje is als een chipbeweging. En verplaats dus het gewicht. Dus ga staan en denk, oké, ik ga voldoende zand meenemen. Maar ga niet blijven staan op beide benen. Ik ga echt dat gewicht verplaatsen. Start op links en eindig op links. En je zult merken dat je een beter contact krijgt met die bal. Een zuiverder contact. Constanter. Dit is de makkelijkste manier om uit de bunker te geraken. Als je op deze 7 punten gaat letten. Vond jij het een goed filmpje? Zou ik het weer enorm waarderen als je een duimpje geeft? Ben je nog niet geabonneerd? Druk even rechts onderin op abonneren. Ik wacht al even. Met geen tegenbericht, misschien spreken wij elkaar weer in dat heerlijke weer. Alsjeblieft, laat het zo blijven.